Rogier, de Silhouette Soft. Wat kan je mij daarover vertellen? Nou, Silhouette Soft, het is al in de meerdere filmpjes is het al voorbijgekomen. Ja. Silhouette Soft zijn draden. En de draden worden door middel van kegeltjes. Laat ik zo zeggen. Het is een draad en daar zit een naald aan. En in die draad zitten kegeltjes gevlochten. Ja. En eigenlijk scheppen ze het vet. Vind je echt wel heel vleeselijk, hè? Nee, dat is prima. Vertel. Ja, ja. Die scheppen, ja, dat wordt, kan je daarmee heel goed verplaatsen. Okay. Nu zijn die kegeltjes echt niet voelbaar, hoor. Ze zijn ook heel klein natuurlijk. Klein, heel klein. Ja. Ik was daar bang voor toen ik ermee begon. Ja. Maar toen ik ze zag, dacht ik, dat stelt niks voor. Okay. Het werkt direct, dus een direct resultaat. Dus je krijgt een direct verstakkend resultaat. Maar ook door het middel. Ja. En dit is op basis van polycoproctolane. Dat zit ook in Elancee, maar hier kan je ook draden dus van maken. Geeft het ook weer een collageen. Verstrakkend effect. Dus het eerste effect is gewoon door mechanische. Hè, door het touw. Ja, en het andere, is doordat het collageen stimuleert. En dat trekt het ook allemaal weer strak. Strak. Oké. Okay. En wat zijn de mogelijkheden ervan? Ja, nou, de mogelijkheden zijn eigenlijk inderdaad kaaklijn. Middelen waarin je verstrakking wil. Maar ook soms gewoon rimpels wil behandelen. En terwijl je daar geen volume wil toepassen. Ja. Gewoon echt een soort strakheid. Strakheid. Erin. En dan is het kaaklijn. Je kunt er ook de wenkbrauwen, zou je er ook mee kunnen behandelen. En jukbeen. Oké. Okay. Ja. En mensen die het gebruiken, wat mogen die verwachten ervan? Gewoon een goed resultaat. Houdt ongeveer 1,5 tot 2 jaar houdt het aan. Dus als ik het samen zou vatten wat het product inhoudt, zijn het eigenlijk draden met zeer kleine kegeltjes die in eerste instantie zorgen voor een strakheid in je gezicht, waardoor bijvoorbeeld ook rimpels en zo kunnen verminderen, zeg ik dat goed? Ja. Maar het maakt ook nog eens collageen aan, wat dus eigenlijk voor een dubbel effect zorgt. Ja, zo mag je het zeggen. Ja, toch? Ja, prima.